Toen ik 7 jaar was, was ik ongeveer zo groot. En toen zag ik voor het eerst een echte goochelaar. En die deed fantastische trucs. En toen dacht ik van, hé, dat is leuk, dat wil ik ook leren. En na de voorstelling ben ik naar hem toegegaan en gevraagd, meneer de goochelaar, ik zou graag willen leren goochelen. Zou u mij goochelles willen geven? Zei hij van, nee, dat gaat niet, want ik ben ontzettend druk. Ik moet heel veel voorstellingen geven. Op scholen, sportverenigingen, voor bedrijven, op congressen, vakantieparken, bibliotheken. Ik heb het zo druk, ik heb geen tijd om u nog les te geven. Maar als u wilt leren goochelen, dan is het heel goed om goochelboeken te lezen. En toen heb ik voor Sinterklaas een goochelboek gevraagd. En ook gekregen, dat zal ik jullie even laten zien. Dat zit hier in mijn tas. Dat is dit goochelboek. Een beetje ouderwets boek, maar het is wel leuk. En het heet Het Meesterboek van de Toverkunst. En dat gaat over de geschiedenis van de goochelkunst. En er staan trucs in die je zelf kunt doen met zakdoeken en lucifers. En speelkaarten, horloges, dominostenen. Het is een prachtig goochelboek. Wie wil dit boek hebben? Oh, dat zijn er veel. Weet je wat? Ik gooi even de letters deze kant op. Vang ze maar. 1, 2. Hupplakee. Ik gooi de plaatjes deze kant op. Vang ze maar. 1, 2. Hupplakee. En de bladzijdennummers gooi ik in het midden. Vang ze maar. 1, 2. Hupplakee. Zullen we eens kijken? Is het gelukt? Ben benieuwd? Ja. De letters zijn weg. En de plaatjes zijn weg. En de bladzijdennummers zijn weg. Dan pakken we even allemaal iets uit de lucht. Zo, doe maar eventjes. En we gooien het hier naartoe. 1, 2, hupplakee. Het is ongelooflijk. Kijk eens eventjes. De letters zijn weer terug. En de plaatjes zijn weer terug. En de bladzijdennummers zijn terug. Ja. Oh, wacht even. Er is iets misgegaan. We zijn iets vergeten. De toverspreuk. De beste toverspreuk die er is. Kennen jullie die? Nee? Die zal ik jullie leren. Die luidt leergoochelen.com. Kun je dat onthouden? Leergoochelen.com. Ja, pak even allemaal iets uit de lucht. En we draaien. We zeggen leergoochelen.com. En we gooien het hier naartoe. Hupplakee. En dan ben ik benieuwd. Zou het gelukt zijn? Zullen we eens kijken? Ja, de letters zijn weer terug. En de plaatjes zijn weer terug. En de bladzijdennummers zijn weer terug. Mooi. Ja, ja. In dit boek, daar staat ook de eerste truc die ik leerde. En de eerste truc die ik leerde was met iets wat hierin zit. En dat zijn touwtjes.